Hallo en welkom bij de Videocast Really, waar we het vandaag gaan hebben over misinformatie op sociale media. Ik ben Gudrun, ik ben psycholoog en personal trainer. En vandaag gaan we het hebben over het thema body, waarvoor ik drie speciale gasten bij mij heb. Ferre, Lente en Maya. Really? Om mee te beginnen zullen we misschien eerst naar een filmpje kijken waarna jullie mening daarover mogen delen. Maar we gaan eerst het filmpje bekijken. Guys, welcome back to day 16 of calorie counting. We're here and I can't believe it. I look like shit. I've been up since 1 a.m. It's not a joke. So started the day off with a cuppa and I just had yogurt and berries. Now, I'm not going to lie to you. I don't actually eat my breakfast at like the right time. I eat at like 11. So some would say I'm kind of doing intermittent fasting. But yeah, look at this loaded bagel. Yummy, yummy, yummy. But yeah, I wasn't really, really that hungry. I'm not going to lie to you. Since starting this, the last few days have been really hard to like eat my calories. Now I know that sounds absolutely ridiculous because like who doesn't want to eat their calories, but I've actually been struggling, so my calorie intake is very low. Anyways, I went to bed early and I didn't even fit in my nighttime stack, so don't know what's going on. Really? Alright, heeft er iemand van jullie al ooit zo'n filmpjes gezien op social media? Ja. Yeah. En Wat doe je daarmee? Of wat voorbeeld neem je daarmee? Eerlijk, ik associeer me daar niet echt aan. Ik ben iemand, ik ga naar de gym. Buiten proteïneshakes weeg ik mijn calorieën en zo niet af. Ik ben ook iemand, ik sta niet graag op de weegschaal. Dus die calorieën dingen, dat is eigenlijk totaal niet voor mij. Ik swipe dat gewoon. Mm-hmm. Ja. Ik denk heel vaak, dat ziet er lekker uit. Maar meer ook niet? Nee, meer denk ik daar eigenlijk niet bij. Mm-hmm. Ik denk, nu wel dacht ik wel van, dat is wel weinig. Mm-hmm. Maar voor de rest dan denk ik, jammer. Allee, wel lekker wat erop lag. Ja, bij mij is het ook zo, dat komt voorbij op mijn For You-page. Ik kijk dat uit, maar dan denk ik zo van, ik ben daar niet zo heel veel mee. Omdat ik daar ook niet mee ga bezighouden om mijn calorieën af te wegen. Ik eet gewoon wat ik lekker vind en ga dan niet echt zo gaan kijken op de calorieën of hoeveel suiker of zo dat erin zit. Daar hou ik mij eigenlijk echt niet mee bezig. Nee. En alle informatie rond eiwitten en wat je nodig hebt, waar haal je die? Is dat dan van social media of kan dat ook van ergens anders komen? Vaak zijn er wel mensen die ik dan volg, zoals fitness-influencers of dergelijke, die wel juiste informatie vaak bieden. Of informatie dat vaak terugkomt, link ik vaak met juist. Dus dat is misschien ook niet altijd juiste informatie. Maar vaak zijn er wel inderdaad mensen dat je volgt, waar dat je het resultaat misschien van ziet, dat je denkt, dat wil ik bereiken, dat je eigenlijk die hun... En op basis van wat, want je hebt natuurlijk zoveel duizenden mensen op TikTok, op basis van wat beslis jij dan van die persoon ga ik geloven en die persoon misschien niet? Of wat die persoon zegt is juist? Kijk jij dan naar diploma's of kijk jij gewoon naar, die ziet er goed uit, dus wat die zegt zal wel juist zijn? Ik weet het niet, dat is misschien wel oppervlakkig. Ik kijk inderdaad denk ik eerder oppervlakkig naar wat is die haar ingesteldheid eerder? Want is dat ook een persoon die dezelfde ingesteldheid heeft in fitnessen of is dat iemand die eigenlijk gewoon zoveel mogelijk volgers of zo wilt halen? Het gaat ook meer om, staat hij daar mij te entertainen of zo, dan zou ik rapper geïnteresseerd zijn dat het echt puur allemaal hetzelfde is. En hoe is dat bij jou, Maya? Eerlijk, ik vraag meestal aan mijn omgeving, omdat ik heb heel veel mensen rondom mij die ook fitnessen en zo. Zoals ik zei, ik let niet echt op calorieën, maar bijvoorbeeld naar de zomer toe probeer ik wel altijd scherper te staan, dus waardoor dat ik droger ga gaan eten. En dan durf ik wel een keer te gaan kijken naar die gym-influencers. Ik kijk eerder naar de filmpjes. Allee, ze maken soms ook zo van die filmpjes van voorbereiding naar de zomer toe, van hoe kan ik het aanpakken of wat ga ik dan eten om ervoor te zorgen dat ik dan scherper sta, dus droger sta. En dat durf ik wel volgen, maar ik baseer me dan meer op de beelden. Niet echt of dat hij iets daar rond gestudeerd heeft of wat dan een dokter is of zo. Ja. Nee, ik baseer me echt puur op het uiterlijk, de evolutie. Ja, dat is heel moeilijk omdat je eigenlijk nooit weet van is één die informatie dat die persoon deelt wel effectief wat dat die persoon doet. Ja. Maar natuurlijk weet je ook niet wat dat er allemaal aan vooraf is gegaan. Hè? Nee, dat totaal niet. Maar ik probeer het wel uit. Ik ga niet liegen. Ik heb soms, zeker naar de gym toe, in de zomer, dat is zo, zoals ik zei, ik ben heel veel bezig met Instagram. Dus foto's posten. Mijn meeste Instagram-foto's zijn in bikini. Dus mijn buik moet wel strak staan. Mm-hmm. Dus ik test dat wel uit. Maar van zodra dat ik merk van, ik leid hier te veel honger aan of
ach, ik heb toch niet het gevoel dat het mij helpt, dan schrap ik het wel van mijn lijstje. Ja. Dus jij kan daar wel vrij kort op zeggen van, dit werkt niet voor mij. Ja. Ik ga iets anders proberen. Heb je dan al door social media dingen geprobeerd die jou echt een heel slecht gevoel gaven of die heel slecht bevallen zijn bij jou? Gaan sporten met een corset en niks eten in de ochtend. Een waist trainer. Dus in de ochtend, ze zeiden tegen... Ik had een filmpje gezien en ze zeiden dat sporten op een lege maag het beste is. Dus in de ochtend stond ik op, drink ik water, ik doe mijn waist trainer aan, lekker strak. Ik ga naar de gym, ik begin cardio. En opeens zag ik allemaal sterretjes. En ik zet me daar neer en die van de balie komen en zo, zeggen alles goed, alles goed. En ze zagen dat ik zo'n waist trainer aan had en ze maakten dat los en zeiden zot en zo. Allee, ze laten jullie denken dat dat echt helpt om centimeters te verliezen en zo, maar eigenlijk is dat totaal niet goed, want je verplettert je organen, bij wijze van spreken. Je kunt gewoon niet meer toe, ja. Ja, je kunt eigenlijk gewoon niet ademen. Dus, het is niet allemaal te volgen wat ze zeggen op sociale media. En ben je na die ervaring dan voorzichtiger geworden om zomaar alles te geloven? Ja, dat sowieso. Ik ga sowieso niet één persoon volgen. Ik ga ook in mijn omgeving vragen van, hoe ervaart jij dat? Heb je dat ooit eens geprobeerd? Maar echt zo mensen die close zijn bij mij, niet echt alleen sociale media. Mm-hmm. En als ze mij zeggen van ja, dat dat toch wel redelijk betrouwbaar is, dan probeer ik dat enkel als ik het nodig heb. Ja, ik ben met mijn werk ben ik eigenlijk constant in de wirwar van social media, waardoor dat voor mij eigenlijk elke dag heel dichtbij komt. En je probeert toch zeker, als zelfstandige probeert je ook de trends en zo te volgen. Waardoor dat altijd zo dichtbij komt dat je op den duur zo het gevoel hebt dat je soms in social media leeft op een dag. En dan ben ik misschien te naïef of zo, dat kan ik van mezelf wel zeggen, dat ik heel gemakkelijk mee kan volgen en heel gemakkelijk kan zeggen van, oh, dat doen we nu eens 4 weken, want die doet dat ook. Mm-hmm. En heb je dan zo voorbeeldjes van wat je misschien al geprobeerd hebt door social media? Ja, absoluut. Ik had zo de februari dat je zo een hele maand water moet drinken en niks anders. Mm-hmm. En ik heb dat ook gedaan. Allee, februari. Ik heb dat dan in januari gedaan, omdat februari een leukere maand is. Allee, een minder leuke maand vind ik dan januari. Goeie voornemens. En ik heb daar eigenlijk uitgehaald dat dat heel gezond is en heel goed. Maar ik was altijd zo moe. En dat was eigenlijk zo suikercutting. En wat ik allemaal heb gedaan, ik heb eigenlijk een maand geen suiker. Dus eigenlijk bijna keto-dieet, denk ik dat dat dan heet. Mm-hmm. Ja, en ik sliep 12 tot 14 uur. Dus er zijn eigenlijk dingen dat ik dan probeer en denk, oh, wauw, kijk. En dat is eigenlijk de negatieve dingen, zoals dat veel slapen, altijd oververmoeid zijn, geen rust vinden eigenlijk in je lichaam. Dat zijn dan ook dingen waar ik dan zo van denk van, had er wel in kleine lettertjes ergens mogen bijstaan. Mm-hmm. Dus, ja. Maar ik ben dan ook wel iemand die dat die maand ook gewoon doorzet en denkt, oh, het zal gewoon week 1 zijn. En als je dat dan probeert, denk je dan van, ah, maar die persoon heeft gezegd dat dat werkt, dus dat het niet werkt ligt misschien aan mij? Of denk je dan eerder in de zin van, het is niet omdat iemand iets zegt op social media dat het ook waar is? Goh, ik denk dat iedereen zijn twijfelmomenten heeft, dat je zo denkt van, ah ja, nee, mijn lichaam zal dat wel niet aankunnen op de manier dat ze het aankunnen. Maar dan, at the end, denk ik wel dat ik dan persoonlijk denk van, volgende filmpje gewoon niet kijken. Als je kijkt bijvoorbeeld naar mijn Instagram, als ik gewoon scroll, de foto's die ik zie, dat zijn meisjes met het mooie zandloperfiguur, de mooie borstjes, de V-lijn op de buik, dit en dat. En dat zijn degenen die de collabs krijgen op Instagram. Dat zijn ook degenen die de views krijgen. En dat zijn ook degenen die de meeste comments krijgen. En ik heb ook zelf gewoon opgemerkt van, sinds dat ik toch een beetje gewerkt heb aan mijn lichaam, want ik ga niet liegen, ik ben niet 100% natuurlijk. Het is niet al, God heeft mij dit niet allemaal gegeven. Sinds dat ik toch een beetje gewerkt heb aan mijn lichaam, heb ik wel gemerkt dat de volgers zijn naar omhoog gegaan. Ik heb ook een paar fans, gewoon op Instagram. Zelf zit ik niet op OnlyFans, omdat ik die stap niet heb kunnen maken, maar ik heb wel fans op mijn Instagram zelf. En ik krijg ook gewoon meer opdrachten, meer collabs met bepaalde merken en zo. En ja, daarom dat ik ook vind van, ik moet er goed uitzien, want ik ben de brand. Als ik er niet goed uitzie, dan krijg ik misschien geen opdrachten en dergelijke. Want het is toch een soort van een inkomen, sociale media. En dat is een punt waar we zeker bij stil moeten staan, want iedereen wil werken met sociale media, maar jij bent de brand. Als jij, allee, dat is mijn mening. Als jij de brand er niet goed uitziet, hoe wil je dat mensen gaan investeren in jou?
De gedachte die nu in mijn hoofd zit, is eigenlijk de BBL onder te gaan. Dus de Brazilian Butt Lift, voor de mensen die het niet kennen. Ze zeggen dat dat de gevaarlijkste chirurgische ingreep is die er bestaat. Dat er heel wat mensen aan doodgaan. En ja, ik heb heel veel documentaires daarover gezien. En ik heb overlaatst ook naar Telefax gekeken. Maar ik heb gewoon het gevoel van hoe vaker dat ze er druk over dat ze er druk op zetten en hoe vaker dat ze erover praten, hoe meer dat ik dat juist wel wil gaan doen. En het is gewoon, de meisjes tegenwoordig op sociale media hebben gewoon zo een perfect figuur. Dat is zo, jij wilt ook zoals hun zijn. En ja, dat zet heel veel druk op u, maar jij moet weten van, is het het waard of niet? Ik heb daar natuurlijk al mijn respect voor, hoe dat iedereen zijn eigen lichaam wil benaderen en bekijken. Maar als ik zo van die perfecte lichamen zie, dan is mijn eerste gedacht vaak juist van, wat zou 12-jarige Lente nu denken als ze dat zie? En dan kijk ik daarop terug en als 12-jarige, was ik wel heel beïnvloedbaar daarop en dacht ik, oh, en ik ga later dit en dat. En nu ben ik de 21-jarige gymgirl die met nog altijd een buikje in de gym mijn crop top staat van, kijk maar allemaal naar mijn buikje. Mm-hmm. Mijn poep is toch gespierd, niet? Allee, snap je? Dat is zo'n beetje mijn ingesteldheid. Dus ik kijk daar niet naar van, oh wauw, dat wil ik ook. Want ik weet hoe dankbaar ik moet zijn met mijn eigen lichaam. En bij jou, Farah? Vroeger, toen ik nog wat jonger was, was ik altijd wat zwaarder. Dus van mijn vijfde leerjaar tot mijn vierde middelbaar was ik zo, ja, een beetje het zware jongetje van de klas. En toen begon ik zo ook zo op social media te zitten en kwamen zo de mooie figuurtjes zo naar boven. En dan deed dat wel iets met mij, omdat ik dan ook dacht van, ah ja, maar die zijn mooi en ik zit hier zo slecht in mijn vel en ik wil er ook zo uitzien. En ik probeerde dat dan ook, maar dat lukte niet zo goed. En daardoor werd ik dan ook zo ongelukkiger. Als je kijkt, nu tegenwoordig op social media zijn het vaak de gespierde mannen die op de Instagram staan. Ik ben een beetje een wandelende tak. Ik trek me daar niets van aan, omdat ik dan ook zo denk van, ik heb dat niet nodig. Ik heb die spieren niet nodig om mij gelukkig te voelen. En ik plaats dingen op mijn socials waar dat ik achter sta en hoe dat ik in het leven sta eigenlijk. Want ik moet geen spieren hebben om te kunnen showen. Ik show wel andere dingen. Zo, ik kan mijn leven tonen of wat ik aan het doen ben. Zo lekker gaan eten. Zo, niet altijd zo gefocust op mijn lichaam. En zijn er dan momenten waarop je het gevoel hebt dat op social media zitten jou onzeker maakt over jezelf? Absoluut. Ik denk dat dat bij iedereen van onze leeftijd, jonger, ouder, en ik denk dat er eigenlijk geen leeftijd op staat op die onzekerheden dat je meekrijgt van social media. Het is en blijft voor iedereen, denk ik, een platform waarop dat perfecte en ideale heel hard in de kijker worden gesteld. Mm-hmm. En ik vind, laatste tijd vind ik het beter en beter worden, maar dat kan door mijn algoritme zijn, body positivity, dat heel bij mij juist zo aanwezig is. Bij mij is dat ook zo. Op TikTok worden er ook heel vaak dingen verspreid over medische aspecten die misschien niet altijd even waar zijn. Heb jij zo soms al van die dingen tegengekomen waarvan je achteraf dacht van, oei, maar dat dit gewoon op TikTok staat, dat is eigenlijk wel niet oké? Ja. Ik heb het zo gezien. Ze doen hun voor als dokters. Hè. Dus dat is dan zo'n persoon, die is dan wat molliger. En dat is zo'n klein bolletje. En je moet dat dan zo in je navel steken. En dan opeens... En die persoon is opeens mager. Wat? Ja. Echt? Dus je moet dat dan... Dat is zo'n cure dat je zo ongeveer een maandje moet doen. Dus elke maand moet je dat bolletje zo in je navel steken. En blijkbaar zal dat bolletje ervoor zorgen dat alle vetten in je buik verbranden en zo. En dan zijn dat echt zo foto's van die persoon en bla, bla, en die foto evolueert. En dan opeens is die foto mager. En ooit had ik zo'n meisje gezien, ook een TikTok-influencer van België, dat ik toevallig kende. En zij was vroeger heel erg dik, sorry. Ze was dik en door te sporten en alles is ze alles afgevallen. En ze had haar evolutie gezet op sociale media en ze hebben haar foto's gepakt. En ze hebben dat dan zo laten doen alsof dat bolletje was die ervoor had gezorgd dat ze ging afvallen. En toen ben ik beginnen beseffen van, amai. Er wordt eigenlijk toch heel veel met ons voeten gespeeld, ja, denk ik. Echt heel veel. Dat is echt ik denk dat er inderdaad bij heel veel van die afslankproducten dat er heel vaak
ja, je ziet dat ook, hè, zo voor- en nafoto's gebruikt van mensen die het helemaal nooit gebruikt hebben. Heb jij soms al dingen geprobeerd, zo van die detoxes of supplementen of weet ik veel, dat je misschien gewoon online hebt gezien en met een voor- en nafoto en gedacht, ik wil dat ook, ik ga dat ook kopen? Ja, absoluut. Ik denk zeker in de fitnesswereld komen er heel veel producten voorbij die dat, zo gezegd, dan goed zijn voor spieren dit en spieren dat en algemeen dat en dat. Allee, je hebt heel veel verschillende dingen. Pre-workout, creatine, proteïne shakes. Er zijn zoveel, en ook zoveel merken, soorten. Ik denk echt, ik denk dat er evenveel verschillende dieren zijn als proteïne shakes. Allee, en ik vind dat zelf ook moeilijk, want op welke mening gaat je zelf baseren als je iets koopt? Ik zelf heb dan zo bepaalde dingen van kennissen dan eerder geprobeerd. Mijn ding is het niet, dus ik heb me daar niet in verdiept. Maar als we dan bijvoorbeeld gaan kijken naar make-up producten en zo, dat heeft dan ook wel deels te maken met body. Dan ben ik heel vaak geneigd om reclames en zo te volgen, omdat je dan echt zo denkt, ah ja, dat is het resultaat. Ja. Terwijl dat er onlangs nog zo'n heel TikTok-schandaal was van iemand die nephumpers had gebruikt. Michaela Nicora of zoiets, ik weet niet meer hoe ze noemt. Iemand die net nephumpers had gebruikt voor een betaalde samenwerking met L'Oréal Telescopic Mascara of zoiets. Dus dat eigenlijk heel vaak de dingen dat je zelf ziet van make-up... Ah ja, dat was geleakt. Ja, ja, ik heb dat dus gezien. die had nephumpers gebruikt voor een advertentie van ja, mascara. Ja. Ik wist wel dat dat niet kon. Ja. We hebben het natuurlijk al heel veel gehad over informatie die verspreid wordt op TikTok, maar er wordt ook heel veel informatie over gezondheid verspreid op TikTok. Als jij je vragen stelt over hoe kan ik gezond leven, waar haal jij die informatie dan, Lente? Als ik zo'n filmpjes kijk, niet social media. Dat is eigenlijk een heel goede vraag. Ik kijk eigenlijk naar wat mijn lichaam nodig heeft. Dat is meer zo aanvoelen naar mezelf toe. Van, wat vind ik lekker? Wat eet ik graag? Ik zoek meer recepten op. Ik denk dat ik meer eigenlijk wel op TikTok en zo ga kijken naar proteïnerijke recepten eerder. En daar zo mijn eigen draai aan geef. Maar ik ga niet op zoek naar diëten zoals eierdiëten of dergelijke. Dat krijg ik wel zo soms, omdat ik dan natuurlijk naar die recepten en zo zoek, maar ik leid daar niet en ik haal daar geen nuttige informatie uit. Mm-hmm. En op wat baseer jij dan voor jezelf? Want je kan inderdaad wel zeggen wat je lekker vindt en zo, maar op wat baseer jij jouw oordeel dan van dit is gezonde voeding en dit is misschien minder gezond? Is dat van social media of totaal niet? Is dat gewoon van in je omgeving of van ergens te lezen? Of? Dat is niet echt... Allee, ik vind het moeilijk om social media te laten beslissen wat dat gezond en ongezond is. En dat staat er dan ook altijd bij, hè. Healthy, bla, bla, bla. Maar ik doe meer mijn research eerder dan op Google. En daar eigenlijk verschillende aspecten te bekijken. Van wat zeggen meerdere platformen en wat zeggen meerdere sites. Dan echt één persoon die een filmpje maakt over zijn of haar. Hey, what I eat in a day... Dat is een supergrote trend geweest, eigenlijk ook van influencers, dat die zo laten zien van wat eet ik in een dag om er zo uit te zien. En ik denk dat je meer moet baseren op alle info dat je hebt gezien. En dan ga je kijken naar jezelf van, en wat heb ik ook nodig? Want ik ben bijvoorbeeld iemand, ik heb veel suikers nodig, want ik heb heel lange, concentratievolle werkdagen. Ja, zit ik daar zo als een plant eigenlijk, dat lukt niet. Terwijl andere mensen juist zoiets hebben van, ja, nee, suikers is voor mij, dan zit ik als... Allee, dan ben ik een Duracell-konijn, dus dat moet ik juist meer schrappen. Ik denk dat je alle info dat je ziet en krijgt, mijn lepel zout, of hoe moet je dat zeggen, dat je dat zo'n beetje met een korrel zout moet nemen. Mijn lepel is wat veel. Met een korrel zout moet nemen en dan dat je zelf die korrel zout zei. En je had daar straks ook een voorbeeld aangehaald dat je van die... afslankthees of zo had gekocht online, waarvan je een heel slechte ervaring hebt gehad. Ja. Kan je daar misschien wat meer over vertellen? Want dus, dat is uiteindelijk toch ook... Dat was gewoon ja, een thee, dus ik moest dat water koken en dan dat waren zo ja, kruiden of zo, helemaal opgedroogde bladen. En ik moest dat ja, laten koken gedurende 15 minuten. Dus heel vies.
Dus geen suiker, niks aan toevoegen. Dus heel vies. Dus ik drink dat ook 3 keer per dag. Maar ik had daar enorme stoelgang van. Hè. Ja. Maar echt agressieve stoelgang. En weet je, die buikpijn begon. Hè. Je moest zien dat je op het wc zat, want anders had je pech. Ja. En eerst dacht ik van ja, het is het begin. Dat kan geen kwaad. Dus ik heb dat zo... Het was een kuur van 7 dagen. Dus ik dacht van ja, ik ga dat gewoon... Hè. We doen verder, hè. En nee, dat was echt niet goed. Nee. 7 dagen lang echt zwaar stoelgang, niet normaal. En toen dacht ik van ja, dat kan toch niet gezond zijn voor je darmflora, of hoe je dat noemt. Dus ik heb dat besproken met mijn dokter en die zeiden eigenlijk van ja, dat is te agressief, hè. Dat is eigenlijk totaal niet goed dat ze je geven en dit en dat. En ja, ze laten u denken dat je daarvan gaat afvallen. Ik ben daar eigenlijk totaal niet van. Nee, je gaat gewoon heel veel. Ik ga gewoon toilet zitten. Dat is het ook gewoon. Ja. Dus ik raad dat niet aan. Ja, ik denk dat heel weinig mensen zich bewust zijn van het is niet omdat iets verkocht wordt dat er daarom goed gecontroleerd is wat dat erin zit. Zeker op vlak van dan voedingssupplementen die heel veel online verkocht worden door influencers. Maar die eigenlijk helemaal nooit gecontroleerd zijn op wat dat erin zit en of dat effectief gevaarlijk is. Heb jij soms zoal zo dingen van iemand online gekocht waarvan je eigenlijk niet goed wist wat dat erin zat? Ik mijn 17 was ik alleen gaan wonen. En dan ben je echt van new lifestyle, new me vibe. En toen was ik eigenlijk begonnen met die Herbalife dingen. Herbalife. Dat is ook super bekend. En ik was daar echt zoveel van aan het afvallen. Maar op een gegeven moment, als ik daar nu op terugblik, gestopt daarmee en alles vliegt er. En als ik je zeg, maal 4 bij... Dat is eigenlijk op het moment zelf laat dat je zo goed voelen, maar het is iets dat je heel je leven lang gaat moeten doen. En ik vind het persoonlijk ook een heel extreem wereldje waar dat je in belandt. En je krijgt zoveel positiviteit van eigenlijk al je coaches en weet ik veel wat je allemaal op je pad krijgt. Krijg je eigenlijk zoveel... Oh, je bent goed bezig, je bent goed bezig, dat je zo gestimuleerd blijft om erin te blijven zitten. Mm-hmm. En op het moment dat je eruit stapt, valt dat allemaal naar beneden. Dat ik ook zo ben van, je kunt beter er zelf geraken met je eigen omgeving en die steun, dan eigenlijk een netwerk van duizenden mensen, zelfs meer ondertussen. En op het moment dat dat wegvalt, blijft er eigenlijk bijna niks meer over. Zelfs tegenovergestelde had ik toen. En sindsdien heb ik eigenlijk gezegd van al die theetjes, productjes. En dat vervangt je ontbijt. Dat ik denk, pakt u gewoon een keigoeie... volle yoghurt met wat fruit of zo. Dat zal even goed zijn als zo van die rare productjes. Ja. Of misschien zelfs veel beter. Ja, absoluut. En daarom vind ik het heel jammer, want ik heb heel veel gym talk. Allee, dat heet zo. Op mijn For You-page. En ik vind het heel jammer dat die echt zo zeggen... Dit is de oefening om je poep dik te maken. Mm-hmm. Maar ik krijg keiveel kniepijn en ik zak bijna door mijn knieën als ik die oefening probeer. Mm-hmm. Dus dat is zo echt zo een beetje van twee werelden. Als het gaat over oefeningen en dingen, moet je echt... Ja, ik noem dat dan voelen. Bij jezelf gaan voelen en voelt dit juist, voelt dit comfortabel? Mm-hmm. Is het een nee? Forceer je eigen lichaam dan ook niet of zo. Want het gaat wel over je fysiek, waar je mee bezig bent soms. Dankjewel in ieder geval om te luisteren. En dankjewel Ferre, Lente en Maya om jullie super interessante inzichten mee te geven. Ik denk dat iedereen er heel veel aan gehad heeft. En dan hoop ik ook dat de kijker er thuis heel veel uitgeleerd heeft. Really?